En hoe is de nieuwe koffie? Ja, hij is erg lekker. Ja, ja. Lekkerder dan een normale koffie, zo gezegd? Ja, hij is lekkerder dan de koffie hier uit de automaten. Ja. Hij smaakt goed. Ja. Beter dan de vorige? Dan een normale koffie, zo gezegd? Nou, hij is zeker wel lekkerder dan uit de automaat die we gratis kunnen halen. Ik heb hem nog niet geproefd, maar hij ruikt heerlijk. Dus ja, hopelijk is dit echt een goede koffie. Want de koffie uit de automaat, is die niet zo goed? Ja, ik vind het een beetje van die onderwijskoffie. En dat is een beetje van die massaproductie die net niet is. Dus ik denk dat wij wel voortaan af en toe naar beneden lopen voor een lekker kopje koffie. Wat vind je van het idee erachter? Hè? Want je ziet daar op staan dat alles in Ethiopië plaatsvindt qua branden van de koffie, dat soort zaken. Vind je dat ook, smaakt de koffie daardoor ook lekkerder? Ja, eerlijk gezegd dacht ik dat wij al wel wat biologischer waren op deze universiteit. Dus het was voor mij een verrassing dat we niet al redelijk goede koffie hadden. Maar het is volgens mij alleen maar beter. En ja, als die mensen er een beter leven ook van krijgen, dan worden wij er ook weer blijer van. Dus, Je moet er zelf voor betalen voor deze koffie. Ga je dat ook doen in de toekomst? Ik denk het wel. Ik weet niet elke dag, maar ik denk dat ik er wel een paar euro aan uitgeef. Nou.